VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi vindt de ontwerpwethoudende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van runderen van het vrouwelijk geslacht overbodig. Afgelopen donderdag wees Yogi bij de behandeling van deze wet in de Nationale Assemblée erop dat er zoveel randvoorwaarden zijn die jarenlang niet in acht zijn genomen om een goede veestapel op na te kunnen houden. De overheid zou namelijk weinig doen aan het verscherpen en benadrukken van de randvoorwaarden in het beleid. Yogi benadrukt dat er nagenoeg niets aan de sector gedaan wordt, met als gevolg dat de veestapel steeds kleiner wordt. En wij zoeken ons toevlucht tot de Nationale Assemblée met een ontwerp waar wij het slachten van vrouwelijke dieren en drachtige dieren willen ontmoedigen. Voorzitter, maar uit deze hele situatie, wat moeten wij concluderen? Om te concluderen, nogmaals voorzitter, dat er een tekort is. En de vraag is, hoe willen wij dat tekort opheffen? Willen wij dat tekort opheffen door alleen een wet aan te nemen? Of willen we het tekort opheffen, voorzitter, door andere maatregelen te treffen, voorzitter, die inderdaad noodzakelijk zijn om die veestapel op te boosten, voorzitter? Yogi benadrukt dat de regering zich juist moet richten op het stimuleren van de sector. Als voorbeeld gaf Yogi dat er jaarlijks een bepaald bedrag uitgegeven wordt aan poedermelk. Geld dat beter in de sector geïnvesteerd kan worden. En ik ga u zeggen, dat model dat wordt gepresenteerd voor het modelbedrijf gaat niet werken. Omdat wij in dit land... Omdat dat model niet gewerkt heeft. Een goede slaansboerderij hebben we kapot gemaakt. Melkcentrale is op weg naar haar graf. Toch? En we zitten te kijken. Laten we serieus zijn. En laten we kijken naar die toekomst. Laten we die ondernemerschap in die sector die kansen heeft. Laten we die ondernemerschap in die sector die kansen geven door te stimuleren. Laten we de heffingen. Weet u, voorzitter, wat een bolprikkeldraad vandaag aan de dag kost? Weet u wat een walabapaal die we hier in het bos halen, wat het vandaag aan de dag kost? Weet u wat een kilo spijker kost die we gebruiken? Weet u wat een liksteen kost die we gebruiken? Weet u wat een zak kalverenvoer kost? Weet u wat een zak melkvoer kost vandaag, voorzitter? Allemaal zaken, voorzitter, die erg duur zijn en ver buiten het bereik zijn van die veeboeren. Yogi benadrukt dat de overheid beleid moet ontwikkelen zodat de veesector zich kan ontwikkelen. De boeren hebben niets aan mooie woorden. Er moeten zaken aan de orde gesteld worden die hoopgevend zijn voor de sector, klinkt de kritiek van Yogi.